Oh ja, dat vraag je me wat. Sorry. Het Amstel Hotel is misschien wel een van de bekendste hotels van Nederland. Mede bekend door zijn beroemde gasten zoals U2 of The Rolling Stones. En ik ga vandaag een kijkje nemen. Valerie van Laarhoven en haar collega's hebben in het Amstel Hotel vervangingen uitgevoerd van de installaties. En daar gaat zij mij vandaag wat meer over vertellen. Valerie, wat een toffe plek om hier te werken. Wat was jouw rol in dit project? Ik ben werkvoorbereider geweest bij dit project. En ik zorgde er onder andere eigenlijk voor dat het voor de ondernemers duidelijk was wat ze moesten doen. En waar lopen we nu naartoe? We gaan nu naar de wijnkamer. Oh, wauw. En wat doen we hier bij het Amstel Hotel? Dat is eigenlijk voornamelijk het aanleggen van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. En daarnaast hebben we de sprinklerinstallatie uitgebreid. Dus we hebben 80 sprinklerkoppen hebben bijgeplaatst. Om dat uit te voeren hebben we natuurlijk ook heel veel bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd. Zoals het openmaken van alle plafonds. En je kan je wel voorstellen dat we dat allemaal weer heel netjes moesten afwerken, schilderen, stukken. Het hotel is 150 jaar oud. Brengt dat nog extra uitdagingen met zich mee? Eigenlijk wisten we voordat we de plafonds gingen openen niet echt wat we zouden aantreffen. Dus dit heeft eigenlijk vooral voor één monteur zelf voor veel uitdagingen gezorgd tijdens het project. En wat hebben we hier allemaal op de kamers gedaan? Nou ja, zoals eerder al gezegd hebben we de brandmeld- en ontruimingsinstallaties hier dus ook aangelegd. En daarnaast hebben we inspectieluiken in de plafonds aangebracht. En dit is vooral voor het onderhoud eigenlijk van de installaties. En daarnaast hebben we de brandweerendheid in de kamers geoptimaliseerd. En bleef het hotel open tijdens deze aanpassingen? Ja, we hadden eigenlijk elke keer de helft van één verdiepingsgang tot onze beschikking met kamers. In het midden hebben we die afgezet met een stofschot om eigenlijk zo min mogelijk overlast te creëren voor de gasten aan de andere kant. We hadden eigenlijk aparte werktijden, dus mochten eigenlijk na 9:30 mochten pas echt geluid maken met de werkzaamheden. Dus dat is wat later dan we eigenlijk gewend zijn. Ja, precies. Normaal om 7:00 paraat. Ja, precies. Nee, dat was bij dit project wel even wat anders. Even wat anders. Hier onder ons is de lobby. Die moet natuurlijk 24 uur, 7 dagen per week open zijn. Hoe hebben jullie dat opgelost? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben daarom de werkzaamheden hier in de nacht uitgevoerd. Oké, dan komen de minste mensen voorbij. Ja, precies. En zo zorgt hij ons ervoor dat een van de bekendste hotels van Nederland er weer even tegenaan kan. Heb jij nou ook zo'n gave werkplek? Dan ben ik erg benieuwd. Laat even een reactie achter in de comments.